Dat we ze ergens hebben gered. Dan was die verdomme een jaar geleden al thuis geweest. Weet je wat het is? Gerrit hecht gewoon veel meer waarde aan een vrouw die over zijn been heen streelt dan zijn vrienden hier binnen. Ja, ik heb er geen hele leven, al zijn keuzes in zijn leven, baseert hij alleen maar op vrouwen die hij aantrekkelijk vindt. Deze gast heeft echt een fucking probleem, jongen. Wil je de helft? En dan zegt hij ook nog, ja, en Milena krijgt er toch wel genoeg. Ja, 600. Nee, maar daar gaat het niet om, Jess. We maken verdomme een afspraak met z'n drieën. En we zullen altijd achter elkaar staan. En elke keer als het erop aankomt dat wij hier achter elkaar staan, dan laat hij een van ons keihard vallen. Ja, maar het is sowieso, jongen. En dat hebben wij nog nooit bij hem gedaan. Met die kist. Al die keren dat we hem gered hebben. Familiebezoek. Kiest hij liever voor Jordi. Maar nu uiteindelijk puntje bepaaltje wil hij Shelly hier houden. Dan durft hij niet op Milena te stemmen. Al zijn er, die krijgt er al genoeg. Maar je zet nogal wat op het spel. Voor mensen die uiteindelijk je ass altijd hebben gered. Hij was al 10 keer thuis geweest anders. En dan ook nog eens een keertje erbij gisteren. Daar ben ik een nummer voor Kees aan het maken. Het enige waar hij aan denkt is dat onze profielen gescheiden moeten worden. Ja. Anders komt het nummer onder zijn naam. Gauw sport niet, jongen. Maar ik wacht het af zometeen tot de echte stemmingen. En daar ben ik heel benieuwd naar. Als het echt zo is, nou, dan breekt tel los. Jack ligt daar. Oh, oh, heb ik het daar laten liggen? Dinero, dinero. Dinero, dinero.